Fijn dat jullie er allemaal zijn om met elkaar het kerstfeest te vieren. Alleen dit jaar is het wel op een beetje rare plaats dat we met elkaar het kerstfeest vieren. Want eigenlijk doen we dat ieder jaar in de Urbanische Kerk. En dan zitten we heel gezellig bij elkaar in een prachtige kerk. En dit jaar zitten we bij elkaar het kerstfeest te vieren in de gymzaal. En dan zul je zeggen, wat een rare plek om het kerstfeest te vieren in een gymzaal. En dat is eigenlijk ook nog een beetje zo. Maar ja, 2000 jaar geleden was het ook eigenlijk een beetje een rare plek om het kerstfeest te vieren. Want ja, toen werd Jezus geboren, ook niet in een mooie kerk. Maar hij werd geboren op een plek waar stro lag. En waar beesten stonden. En ja, ik weet niet waar jullie geboren zijn, maar waarschijnlijk niet op een plaats waar stro lag en waar beesten rondliepen. Want ja, de kinderen van groep 8, die weten wel, dat voldoet niet helemaal aan de regels van hygiëne. Nou, we vieren het dit jaar een beetje op een aparte plek. Maar ik denk dat het wel een hele mooie plek is. En dat het ook eigenlijk wel heel gezellig is om het zo mogelijk te vieren. Want van groep 1 tot groep 8 zitten we hier met elkaar. En dat vind ik heel gezellig. En ik vind het ook heel fijn dat we hier met elkaar vanmorgen zitten. En jullie zullen zo meteen zien dat de kinderen, die staan elkaar om het voor jullie op te voeren, die hebben ontzettend hun best gedaan om speciaal voor jullie er een heel mooi verhaal van te maken. Ruud is weer van het geluid, dus we hebben ook weer prachtig geluid, zodat het allemaal goed te verstaan is. En ik wil eigenlijk voor Ruud en voor de kinderen een fantastische applaus geven. En we gaan beginnen. Daar gaan we beginnen en ik wens jullie heel veel plezier. En de kinderen gaan zich aan jullie voorstellen wie ze zijn. Heel veel plezier. En geef ze een groot begin applaus. Thank you.
in het stadje Nazareth. Op een dag zat ze in huis. Plotseling stond er een engel aan haar kamer. Maria schrok. Maria was erg onder de indruk van de boodschap van de engel. Ze vertelde het verhaal aan Jozef de timmerman. In die tijd was de keizer in Rome de baas van Palestina. Hij wilde precies weten hoeveel mensen in het land wonen, zodat iedereen belasting kon gaan betalen. Daarom moesten alle mensen naar de plaats gaan waar ze vandaan kwamen, zich daar te laten inschrijven. Zo kwam het dat er een heleboel mensen in Palestina arbeid moesten. Maria en Jozef woonden in Nazareth, maar ze kwamen allebei uit Bethlehem. Daar moesten ze nu naartoe reizen. Het was een lange, zware tocht. Laat kwamen ze in Bethlehem aan. Jozef liet Maria de hele weg op de ezel zitten. Ze was heel moe, want het kindje zou binnenkort geboren worden. Jozef wilde zo snel mogelijk op de plaats van hem te slapen. Kan niet helpen. Jozef en Maria gingen van huis naar huis, maar er waren zoveel reizigers dat alles bezet was. Nergens in Bethlehem was er nog een plaats om te slapen. Ten slotte was er één vrouw die medelijden met hem kreeg. In die nacht werd het kindje Jezus geboren. Maria knikte op een paar komen tegen hem, zodat hij het niet uit zou krijgen. Jozef deed wat stroom in de kring. En daar legde ze het kindje Jezus in. Ja.